Uitwerking van opgave De Wieg behorende bij het examen van HAVO 2016 tijdvak 2. Nou, je ziet hier, Marloes heeft een wieg gekocht voor een baby. Ja, voor wie anders zou je zeggen. Lees eventjes door. En gevraagd wordt, bereken hoe ver de veer uitreikt. Nou, lees nog eens door en kijk eventjes wat zijn de gegevens die je hier nodig hebt. En zet ze gewoon even onder elkaar. Ja, dus even op pauze drukken. En als je dat hebt gedaan, dan hoop ik dat je de veerconstant hebt opgeschreven, de massa van een wieg en de vraag, de uitrekking. Dus onder elkaar zetten, gegevens en gevraagd u. Nou, het gaat over een veer. Veerconstant weet je, uitwijking wordt gevraagd. Dan ligt dit voor de hand. Kracht is veerconstante maal uitrekking. En die veerkracht die is hier gelijk aan de zwaartekracht. En die twee houden elkaar in evenwicht. Dus mpg en je komt op 119,7 significantie. Laat ik later wel eens een keer meetellen. Dus de uitrekking wordt gevraagd. U is dus dan F gedeeld C. En dat vul je in. Maar let op. C 1,3 kilo newton per meter. Dus dan moet 1300 newton per meter worden. Dat vul je in. En je komt op een 0,092 meter. Oftewel een 9,2 centimeter. De punten. Gebruik van de juiste formule. En daarbij wel ook de juiste kracht. En tenslotte het comporteren. We gaan door. Nou, met twee touwen. Nou, wat bevestigd. En gevraagd wordt van, hey, hoe groot is nu spankracht in één zijn touw? En gebruik wordt gemaakt van de constructie op de uitwerkbijlage. En die laten we natuurlijk ook even zien. Oké, hier is de uitwerkbijlage. En je begint natuurlijk met de kracht die je al kent. En dat is de zwaartekracht. Ik heb ze net uitgerekend, 119,7 newton. En die teken ik keurig natuurlijk in het midden van de wieg. Hoe groot moet je nou die pijl tekenen? Nou, dat maakt niet zoveel uit. Je tekent gewoon op een beetje fatsoenlijke wijze. En ik heb nu 12 centimeter getekend en betekent dus dat 1 centimeter ongeveer 10 newton is. Maar je had hem ook best 6 centimeter bijvoorbeeld kunnen nemen. En dan weet je dus dat 1 centimeter overeenkomt met ongeveer 20 newton. Het is ongelijk van hoeveel ruimte je hebt. Het gaat om de schaal. Maar goed, ik heb nu eventjes 6 centimeter genomen. Dus 1 centimeter is ongeveer 20 newton. En die kracht die zit eigenlijk een beetje vervelend. Want gevraagd wordt de spankracht in dit koord en dat koord. En de zwaartekracht begint in het midden van de wieg. Maar een kracht mag je verschuiven langs zijn werklijn. Dus dat doe ik ook. Die zwaartekracht die daar is, die laat ik omhoog gaan totdat hij op het knooppunt van de twee touwen komt. Nou, zwaartekracht naar beneden toe. Die wieg die hangt stil. Dus die zwaartekracht wordt opgeheven door een andere kracht. Die kracht mag je min of meer normaalkracht noemen. Het is een beetje natuurlijk dubieus, want er is niet een echt ondersteund vlak. Maar goed, er is in ieder geval een kracht die omhoog gericht is. En waar komt die kracht vandaan? Nou, precies uit de twee koorden. En daar teken ik eerst eventjes de twee werklijnen bij. En dan moet ik dus twee zwaartekrachten hebben. Nou, een zwaartekracht hier. En een spankracht bedoel ik natuurlijk. Een spankracht hier en spankracht daar. En die twee spankrachten moeten samen deze kracht opleveren. Dan maak je gebruik van de parallelogrammethode. Nou, je schuift één werklijn die kant parallel op en de andere werklijn schuif je die kant op. En dan is de ene spankracht die en de andere spankracht is die. En dan is het enige wat je nog moet doen is even opmeten hoe groot die spankracht is. En dat doe je dan keer 20 newton. Nou, punten. Kijk, dit is mooi. Puur voor het tekenen van de zwaartekracht kreeg je al één punt. Dus niet denken van, oeps, constructie, sla maar over. Nee, altijd ermee bezig. Want voor het tekenen van zijn zwaartekracht heb je alweer een punt verdiend. We gaan verder. Weer even een stukje tekst. Nou, en ze laat de baby nu mooi meetrillen. Lekker
rustig schommelen en gevraagd wordt de frequentie. Nou, ook hier weer, wat zijn de gegevens? 3,2 kilogram zit erin en natuurlijk heb je andere gegevens ook nog. En gevraagd wordt de frequentie. Even onder elkaar neerzetten. Gegeven de veerconstante en de massa, die hadden we natuurlijk al. En de massa van de baby, die 3,2 kilogram, komt er nog bij. En gevraagd F. Nou, een veer die trilt, gevraagd de frequentie, dan hoop ik dat je meteen denkt van, hey, dan moet je deze formule hebben, de trillingstijd van een massa-veersysteem. En dan kan ik die helemaal invullen, want massa weet ik, hè, let wel op, hè, massa is natuurlijk wel van de wieg plus baby. Veerconstante weer die 1300. En dan kom je op een trillingstijd van, nou, daar staat hij al. En ik heb een paar puntjes bij staan, want ik heb hem natuurlijk onafgerond in mijn rekenmachine staan. Want de trillingstijd wordt niet gevraagd, maar de frequentie. En frequentie is 1 gedeeld door de trillingstijd, 1 gedeeld door dat getal dus. En dan kom je op 1,5 hertz uit. De punten, je ziet gebruik van die formule. Let op, gebruik van is niet alleen het opschrijven van de formule, maar ook in ieder geval 1 zinnig ding erin zetten. Ja, dus denk daaraan. Inzicht dat je een massa samen moet nemen. Nou, om eerlijk te wezen, dat is alweer mooi verdiend. En tenslotte het completeren van de hele berekening. Nou, Marloes is een beetje bezorgd, dus neem een cardiogram op van een baby, want ze wil graag weten wat de hartslag is van haar baby. Welke gegevens zijn hier extra bij? Maar eentje, namelijk 50 mm per seconde dat papier gaat. En gevraagd wordt de hartslag. En hartslag, dat is eigenlijk het aantal slagen per minuut. Ja, dat is de hartslag. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, dan ga je deze afstand doen. Nou, want deze afstand, dat zijn precies 4 trillingstijden of 4 tijden dat het hart slaat. Het zijn misschien 5 hartslagen, maar het zijn 4 tussentijden. Let op, ga niet dit stukje opmeten. Nee, maak een zo groot mogelijke afstand. Dan ben je zo nauwkeurig mogelijk bezig. Maar goed, 59,5 mm, dat doet hij met 50 mm per seconde. Oftewel, hoe lang doet hij over die 4 tussentijden? Nou, dan doet hij 1,19 seconden over. Kortom, 4 slagen, ja, 4 tussentijden in 1,19 seconden. En dat omrekenen naar minuten, dan krijg je dus, hè, 60 gedeeld door 1,19, weet je hoe vaak het in 1 minuut doet. En dan keer 4, dan krijg je 202 slagen per minuut. De punten, inzicht van, hey, hoe bepaal je nou een periode van het hart? En een periode is eigenlijk 1 trillingstijd. Nou, ik heb hier 4 trillingstijden genomen en daar meteen mee rondgedaan. Noem van schaal. En daarna zeggen ze van 60 gedeeld door de trillingstijd. En ik heb dus hier in feite niet de trillingstijd gedaan. Maar ik heb hier 60 gedeeld door die 4 trillingstijden. En daarna nog eens keer 4 gedaan. 3 punten en we gaan verder. Nou, lees maar weer eventjes. Frequentie is te hoog. Althans, niet van de hart, maar van de wieg. En gevraagd wordt van 2 aanpassingen om de frequentie kleiner te maken. Nou, ja, weer frequentie, weer een massa-veersysteem, dus weer deze formule. En de frequentie die moet kleiner, dus de trillingstijd die zal hoger moeten. En hoe krijg je nou die trillingstijd hoger? Nou, je hebt 2 dingen, hè? Althans, die 2 pi kun je moeilijk iets mee veranderen. Kortom, je kunt de massa doen. Nou, die moet je dus groter maken om die t groter te maken. Of c moet kleiner worden. En kleiner c betekent dus een slappere veer. Punten. Massa heb je gezegd en gezegd dat die groter is. En veerconstante dat die kleiner is. En dan heb je alweer de hele opgave afgerond. Bedankt voor het luisteren en tot horens.